De Karel Doorman is weer thuis. De liefde die droop bijna van de kade in Den Helder. Nadat de Karel Doorman half september richting het Caribisch gebied was gestuurd om noodhulp te bieden naar de verwoestende orkaan Irma, keerde het marineschip vanochtend terug in haar thuishaven. En daar stonden vrienden en familie met smart op hun geliefde te wachten. Wie komt er terug? Vader. En hoe blij ben je daarmee? Heel blij, blij. En waarom? Gewoon omdat hij heel lang niet meer bij een voetbalwedstrijd is geweest. Je mist hem wel langs de zijlijn daar. En ik mis het lekker eten. Mama kan niet zo lekker koken als papa dan? Nee, lang niet. Wat gaan jullie straks als eerste doen als hij terug is? Bijpraten. Ja, knuffelen, een dikke zoen natuurlijk en bijpraten. Je hebt een mooi bosje bloemen bij, voor wie is die? Dit is voor mijn zoon Shannon. Ze komt net terug, erg leuk, dus ze is wel verdiend. En hoe was het zonder haar de afgelopen maanden? Ja, was wel leeg thuis. We hebben erg gemist. Ik ben wel blij dat ze terugkomt. Ja, nee, nee. Hoi. Hi. Oh, kijk het uit. Jullie waren eigenlijk op training, ik geloof in de buurt van Zweden. En ineens hoor je dat je naar een heel ander stuk van de wereld moet. Is het dan zo van shit, we zitten eigenlijk wel lekker hier? Of juist van oh, spannend, we gaan iets doen? Ik was er aan de ene kant wel blij mee, want je gaat eigenlijk iets doen waar je voor werkt, zeg maar. Natuurlijk aan de andere kant een beetje wel gemengde gevoelens, want je gaat ineens weg. De hele hangar is het vol, de hele voertuigdek hier beneden is het vol. Het hele dek stond helemaal vol. Dus we gingen goed geladen, gingen we die kant op voor de mensen. De meeste mensen moeten nog van allerlei dingen opruimen hier op het schip, maar ik zag jou al ineens naar beneden rennen. Je bent al eventjes snel gaan kijken bij de familie, hè? Ja, ik zag ze al staan. Ik was natuurlijk aan het kijken met de rest. En op een gegeven moment zag ik de mensen van de valreep lopen. Ik denk, nou, ik ga eventjes. Maar ook een beetje emotioneel? Ja, een beetje erg. Ik had het zelf niet verwacht, maar ja, het doet wel wat met je als je zo'n tijdje van huis bent geweest. Wel een traantje moet laten, dus. Ja, dat wel. Meer dan één. Meer dan één.